In deze webles gaan we kijken naar de begrippen arbeid, energie en vermogen. En we gaan ze toepassen in een opgave. Maar eerst een uh, algemeen plan van aanpak. Een plan van aanpak waarmee je standaard eigenlijk alle rekenopgaven bij een natuurkunde-toets kunt uh, aanvallen. En de stapjes zijn eigenlijk altijd hetzelfde. En het zal je heel veel voordeel kunnen opbrengen wanneer je die stapjes ook echt altijd probeert te volgen. En stap 1 is eigenlijk heel simpel. Maak een schets van de situatie. Een heel simpel tekeningetje en zet in die schets ook alle gegevens neer die je hebt gekregen. Bekijk eens goed wat er eigenlijk wordt gevraagd en bedenk dan ook welke formules heb ik nu eigenlijk nodig of welke formules denk ik dat ik nodig heb. Zet ze uh, erbij en uh, het alleen opschrijven van de formules is meestal niet genoeg. Je moet ze ook gebruiken. Dus vul de gegevens in en reken uit. Dan ben je eh, eigenlijk klaar met je berekeningen, maar dan ben je nog niet klaar met de opgave, want controleer ook altijd eventjes of je eh, je hebt gelet op significant cijfers en op de eenheid achter je antwoord en kijk nog eventjes na of jouw antwoord ook inderdaad een antwoord is op de vraag die wordt gesteld. Tot slot let er goed op dat voor degene die het nakijkt duidelijk is wat jouw antwoord is. Dus uh, je kunt ze bijvoorbeeld uh, markeren of uh, een paar strepen onderzetten. Maar laat jouw antwoord er duidelijk uitspringen. We gaan uh, deze al algemene uh, aanpak gaan we toepassen in een uh, situatie waarbij we dus te maken hebben met arbeid, energie en vermogen. En dit is een situatie: het is een karretje van een um, achtbaan die wordt uh, naar boven getakeld en als die hoog uh, is aangekomen. Dan wordt hij losgelaten en dan gaat zo'n kaartje de achtbaan door. Maar we kijken hier dus alleen naar het stuk dat hij naar boven getakeld wordt. En we krijgen wat gegevens. Het kaartje is 2000 kilogram zwaar. Het beweegt met een constante snelheid langs een helling en de hellingshoek van die helling bedraagt 25 graden. Daarmee moeten we het doen. En nu komt natuurlijk de vraag. En de vraag is: um, dat kaartje wordt door een motor naar boven getakeld. Hoe groot is het vermogen van de takelmotor? En in deze opgave verwaarlozen we alle wrijvingskrachten om het niet al te ingewikkeld te maken. Wat gaan we nu doen? We gaan dadelijk deze opgave op drie verschillende manieren oplossen. Drie verschillende oplossingsstrategieën om tot je antwoord te komen. En ze zijn alle drie even goed. En als je er één van die drie kiest op een toets en je komt tot het goede antwoord, dan is er niks mis mee. Maar ik laat ze alle drie zien en ik. Geef je ook de raad om ze alle drie te bekijken? Want in sommige situaties is een van die oplossingsmethodes handiger om toe te passen dan de andere twee. Dus als je ze alle drie kent, sta je sterker in je schoenen uh, wanneer je een, toetsvraag, een onbekende toetsvraag voor je krijgt. Voordat we uh, die drie oplossingsmethodes gaan bekijken, gaan we eerst eventjes uh, een, iets anders bekijken, wat, uh, wat te maken heeft met dit soort opgaves. Ze vragen het vermogen. En het vermogen. Is uh, gelijk aan het energieverschil gedeeld door de tijd of de arbeid die is uitgeoefend gedeeld door de tijd. En hier gaat het om het vermogen van de takelmotor. En dan hebben we het eigenlijk dus over de arbeid van de takelmotor gedeeld door de tijd. Maar het karretje beweegt ook met een constante snelheid van 2,5 meter per seconde. Met een simpel trucje kunnen we nu uh, eigenlijk rechtstreeks dat vermogen gaan uitrekenen. En het trucje is als volgt: dat we dadelijk gaan bekijken naar situaties waarbij uh, het karretje 2,5 meter heeft afgelegd. Als we dat gewoon standaard inbouwen, die 2,5 meter, dan berekenen we al meteen het energieverschil of het, de arbeid per seconde. Want in 1 seconde leg je in immers ook 2,5 meter af. Dus dat is een trucje die we gaan gebruiken zodat we direct dat vermogen kunnen uitrekenen. Nu gaan we eens kijken naar de drie oplossingsmethodes. Een oplossingsmethode 1 is uh, een hele bekende, dat is door het toepassen van de wet van behoud van energie. Als het kaartje naar boven beweegt, dan spelen er natuurlijk twee energie soorten mee, kinetische energie en zwaarteenergie. Uh, maar een van die twee, namelijk kinetische energie, die verandert niet, die is constant, want de snelheid is constant. Dat houdt in dat er maar één energiesoort verandert en dat is de zwaarteenergie en die zwaarteenergie verandert doordat de hoogte van het kaartje steeds toeneemt. Als de zwaarteenergie toeneemt en de kinetische energie constant blijft, dan kan dat niets anders zijn dan dat er iets van buitenaf arbeid verricht? Arbeid op dat karretje verricht. En alle arbeid die verricht wordt, is dan even groot als de toename van die zwaarteenergie. En eh, het is de takelmotor die die arbeid verricht. Dus we kunnen zeggen dat de arbeid van de takelmotor gelijk is aan het verschil van de zwaarteenergie. Nou, daarmee gaan we aan de slag. Daarmee kunnen we gaan rekenen. Want eh, voor de zwaarteenergie geldt namelijk deze formule: is dus m/g/h. En. We kijken nu telkens aan stukjes waarbij het karretje 2,5 meter verplaatst langs de helling naar boven. En we hebben hier een mooie driehoek met een hoek van 25 graden, een schuine zijde van 2,5 meter. En we willen eigenlijk de overstaande zijde, we willen h bepalen. En dat doen we door middel van de sinus. En die h is gelijk aan sinus 25 graden, maal 2,5, 1,06 meter. Dus elke 2,5 meter, elke seconde stijgt het karretje. 1,06 meter. Dan kunnen we ook de daarbij behorende zwaarteenergie uitrekenen. Die is gelijk aan de massa, mal g, mal h, is gelijk aan 21 kilojoule. En omdat we hier al kijken naar um, de verandering van uh, de energie per seconde, kunnen we ook zeggen dat het vermogen van de motor dus 21 kilowatt bedraagt. Methode 2 Methode gaat. Um, Gaan we doen aan de hand van een andere wet, dat is namelijk de wet van arbeid en kinetische energie. En die luidt dat als de kinetische energie toeneemt of afneemt, dat dat komt doordat de som van alle arbeiden opgeteld positief of negatief is. En nu eh, geldt weer voor deze situatie natuurlijk, want het karretje beweegt nog steeds met een constante snelheid naar boven. Dus in deze situatie geldt dat de kinetische energie constant is. En dan kunnen we dus ook het volgende zeggen, dat de som van alle arbeiden op het karretje samen 0 moeten zijn. Ja, om hoeveel arbeiden gaat het hier? Dan moeten we gaan kijken naar hoeveel krachten werken er op het karretje. Dat is natuurlijk de zwaartekracht, die is hier getekend. Er is een uh, motorkracht. En er is ook een normaalkracht. Maar die normaalkracht die kunnen we uh, verwaarlozen als het gaat om arbeid. Want die normaalkracht staat altijd loodrecht op de beweging. En die normaalkracht kan dus nooit arbeid uitoefenen. Dus we houden twee krachten over. Dat is de zwaartekracht en dat is de motorkracht. En allebei de krachten zorgen voor een arbeid. Je hebt de arbeid van de zwaartekracht en de arbeid van de motor samen opgeteld. Moeten die nul zijn, want de kinetische energie verandert niet. Nu hebben we een hele mooie formule waarmee we de arbeid kunnen uitrekenen. De arbeid is gelijk aan de kracht maal de verplaatsing, maal de cosinus van de hoek tussen de kracht en de verplaatsing. En uh, nou, dan moeten we eens even kijken hoe deze formule toe te passen is in deze situatie. Nu kennen we hier maar eigenlijk maar één kracht. Die motorkracht die is er wel, maar die hebben we nog niet uitgerekend. De zwaartekracht die kunnen we wel heel snel uitrekenen. Dus we gaan eens de arbeid uitrekenen van die zwaartekracht. En die is gelijk aan de zwaartekracht maal de afgelegde weg, maal de cosinus van de hoek tussen de zwaartekracht en de afgelegde weg. Ja, ik heb niet voor niks een schetsje getekend. Ik ga even in de schets aangeven waar zit die afgelegde weg in. Dat is uh, deze rode pijl, dat is S. En ik kan ook de hoek tussen die twee pijlen berekenen. Dan zou ik eigenlijk die rode pijl een beetje door moeten trekken. En dan krijg ik uh, deze gestippelde groene lijn. De groene lijn naar beneden is de richting van de zwaartekracht en de hoek tussen die twee. Uh, lijnen, die is gelijk aan 115 graden. Kijk maar eens goed, want er zit een, uh, een uh, rechte hoek in verstopt, plus die hoek van de helling. En die geven samen een hoek van 115 graden. Dus die alfa in onze formule, die moet 115 graden worden. Nu weten we alles, we kunnen het invullen. De arbeid van de zwaartekracht is gelijk aan uh, 2000 x 9,81, dat is namelijk nou de zwaartekracht, maal 2,5, dat is de afgelegde weg in 1 seconde maal de cosinus van 115 graden en dan komt eruit min 21 kilojoule. Is dat heel gek, die min? Wat wil die min nu ook alweer zeggen bij je arbeid? Nou, wanneer de arbeid negatief is, dat, dan wil dat zeggen dat het voorwerp eh, in de tegenovergestelde richting beweegt van de kracht, voor een gedeelte in de tegenovergestelde richting beweegt. Want het voorwerp beweegt schuin naar boven in onze situatie, terwijl de zwaartekracht natuurlijk naar beneden staat. En dan krijg je dus een negatieve arbeid. Je kunt ook anders zeggen, als de zwaartekracht een negatieve arbeid verricht, dan houdt dat in dat de zwaarte energie toeneemt. Wij zijn eigenlijk wel heel erg blij met die negatieve arbeid, want uh, we wisten dat de, de arbeid van de zwaartekracht plus de arbeid van de motor samen 0 moeten zijn. Nou, als de arbeid van de zwaartekracht min 21 kilojoule is, dan is de arbeid van de motor plus 21 kilojoule. Um, dit gebeurt allemaal weer in 1 seconde. Dus het vermogen van de motor kunnen we uitrekenen. En die is 21 kW. Methode 3. Methode 3 gaat uh, uit van een formule die in uh, binas staat. De formule voor arbeid staat natuurlijk ook in binas. Maar deze staat ook in binas. En deze kan vaak toegepast worden wanneer je te maken hebt met een, een, voor, een voertuig of een vaartuig dat uh, beweegt. Um, want die zegt dat het vermogen dat geleverd moet worden. Gelijk is aan de kracht, maal de snelheid waarmee het voertuig beweegt. Ja, en bij methode 3 gaan we wat meer eh, beredeneren vanuit krachten dan uit, vanuit energieën. Dus we moeten ons plaatje hier nog een klein beetje gaan uitbreiden. We moeten eens gaan nadenken over de krachten die meespelen. Nou, dit is dus de formule die we gaan gebruiken. Het voorwerp beweegt met een constante snelheid. Wat kun je dan zeggen over de krachten op het voorwerp? Alle krachten samen moeten dan gelijk aan 0 zijn. En dan gaan we eens kijken, ja, um, hoeveel krachten werken er eigenlijk op het voorwerp. En eentje weten we natuurlijk dat is de zwaartekracht en die werkt naar beneden. En we hebben hier te maken met de voorwerp langs de helling. En dan moet het eigenlijk in jouw systeem zitten dat je dan meteen denkt, oh, wacht eens even, voorwerp op een helling, dan is het handig om die zwaartekracht te ontbinden in twee richtingen: in richting loodrecht op de helling en in richting evenwijdig aan de helling. Nou, pijl rood is loodrecht erop, pijl groen is evenwijdig aan de helling. De rode pijl, FZI zou die kunnen noemen, ja, die wordt opgeheven door een andere kracht die op het blokje of op uh, de kar werkt, en dat is de normaalkracht. Uh, de normaalkracht staat hier wel gestippeld, dat wil niet zeggen dat hij niet bestaat, hij bestaat echt wel. Maar zo kun je zien dat die hoort bij de rode pijl naar beneden. Samen heffen ze elkaar precies op. Het uh, karretje zal niet de helling inzakken, het gaat ook niet vliegen, dus samen moeten ze nul zijn. Wat kunnen we nu zeggen eh, over de, de x-richting? Ja, daar moeten alle krachten samen ook nul zijn en we weten dat er een fzx-kracht is. Dan moet het dus ook een kracht zijn die schuin naar boven staat. En dat is natuurlijk ook logisch, want die kracht schuin naar boven, dat is natuurlijk de motorkracht. En wat eh, kunnen we uit ons plaatje halen? Dat onze fzx-component van de zwaartekracht even groot moet zijn als de motorkracht. Ja, waarom eh, is dit nu zo belangrijk? Nou, kijk eens even mee. In onze situatie op, omgeschreven, we willen het vermogen van de motor weten. Het vermogen van de motor is gelijk aan de kracht die de motor uitoefent, maal de snelheid. Ik wil die motorkracht gaan uitrekenen. En die motorkracht die kan ik uitrekenen door Fzx uit te rekenen. Want eh, de grootte van Fzx die is even groot als de grootte van de motorkracht. De richting, natuurlijk niet, in de richting staan ze tegenover elkaar, maar de groottes zijn elkaar gelijk. Om fzx uit te rekenen moet ik weer even een driehoekje zoeken. En die driehoek die kan ik wel vinden waarbij de gele pijl de schuine zijde is. En de rode pijl de aanliggende zijde. En dan kan ik die fzx, die zou ik ook naar beneden kunnen bewegen. En die heb ik dan als overliggende zijde van mijn driehoekje. En fzx is dan gelijk een fz maar de sinus van 25 graden. Want de overstaande zijde daar hoort natuurlijk de sinus bij. En dan kan ik weer uitrekenen en dan kom ik uit op een fzx grootte van 8232 newton. Ik kijk even nog niet naar significant cijfers, dat is helemaal niet zo belangrijk, want dit is een tussenberekening. Um, waarom wilde ik dit ook alweer? Ja, als ik de grootte weet van FZX, dan weet ik ook de grootte van de motorkracht. Die is dan ook 8232 N. En dan kan ik uh, die grootte gaan invullen in de formule. Dus uh, het vermogen van de motor is gelijk aan 8232 N. Maal die 2,5 meter per seconde en dat komt uit 21 kilowatt.